slag. Maar dat is niet, want daar ben ik nu al lang mee gestopt en ik blijf dat hebben. Dat ik volledig afdwaal en gewoon in de verte staar. Je hebt toch van die stomme mensen die zo doen. Allee, je ziet dat wel, maar je zit toch afwezig. En Stijn, ja. Kan jij mij daarbij helpen? Olga, als jouw droom print, zou het raar zijn om te zeggen dat je niet mag dromen, natuurlijk. Ja. Ik wil jou graag in dat droomkasteel laten zitten. En om eerlijk te zijn, ik droom af en toe zelf ook wel eens. Ik heb onlangs nog gedroomd dat I had a dream. That one day onze vier kinderen kunnen opgroeien in een land waar ze niet worden beoordeeld op basis van hun huidskleur. Olga, ik had een droom dat jij en ik, ik en jij, wij, konden zijn wie we wilden. Dat jij op een dag wakker wordt en dat je zegt van Stijn, het was het allemaal waard. Ik ben blij dat ik jou heb gekozen. Boven de oude man en de dwerg met de baard. Olga, op welke manier kan Adriaan jou redden? Het is niet altijd, maar het gebeurt wel vaak dat ik heel hysterisch word. En dat komt wel goed achteraf. Maar als ik kwaad word of als ik verdrietig ben, is dat wel echt in vitesse 1000. Ja. Dus ja. Help Olga, Adriaan. Ik versta dat perfect. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb hetzelfde. En bij mij mogen sowieso zijn wie dat jij echt bent. En ik heb daar een machine voor thuis en dat heet de Dramatizer. En dat is vanaf het moment dat jij hysterisch wordt en uit je dak gaat, dan sluit ik je even aan op de Dramatizer. En dat zet die hysterie om in groene energie. Dus als jij een klein hysterisch aanvalletje hebt, up, ik sluit dat aan. Ik ga niet direct zeggen waar, maar ik sluit dat aan. En dan verkopen wij die groene energie en met dat geld maken wij een fantastische reis, kopen wij een dikke auto. Of als jij een veranda wilt, dat kan ook. Kan Vincent jouw ridder zijn op het witte baard? Hm? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik zit met nog een heel groot probleem. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb een hele grote, irrationele angst van honden. Ja. En dan word ik daar nog kwaad bij ook, van mensen die dat niet snappen. Zo van die mensen die zo zeggen van oh, ik wil een vrouw die graag honden heeft. Maar ja, ik kan er niet aan doen. Ik haat honden echt. Ik vind dat mooie beesten, maar die komen aan mij. En ik ben echt al een paar keer gebeten. Zo van, oh, maar die doen niks. Wak, allee. Gewoon, ik ben het beu. Ja, om te beginnen, honden kunnen in het echt ook wel heel lief zijn. En om je dat te bewijzen, heb ik mijn beste vriend meegebracht. En dat is dus mijn Billy. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, maar nee, dat vind ik echt niet... Oh. Dat is mijn Billy, hè. Kom. Ah, die is Billy, mijn zus heet ook Billy. Ja. Ah, wel, ik weet dat jij ook een zus hebt die Billy heet, maar dat vond ik toch meer een hondennaam. Dus... Ziet? Je laat je niet los, hè? Nee. Ziet? Okay. Voilà, hè. Echt een superbrave. We hebben al keiveel meegemaakt samen. Ja, ik weet het, vriend. We hebben al keiveel meegemaakt samen. Hij was erbij toen mijn grootvader overleden is. Hij was mijn steun en toeverlaat. En toen ik ziek was, dokters konden mij niet genezen. Wisten niet wat er met mij was. Totdat dan de Billy bij mij kwam liggen. En ineens was alles beter. En wij weten natuurlijk hoe dat komt. Maar Olga, je staat al achter uw stoel. Dus ik zie dat ik u niet van die schrik ga kunnen helpen. Nee. Dus ik moet kiezen tussen u en de Billy. Ja, je moet dat snappen. Wij kennen elkaar al zo lang en ja, we hebben al zoveel meegemaakt. Ik ken u nog maar pas. Snap dat, Vincent? Ja, dan ga ik toch voor u kiezen. Ah! Dus, hier is ze. Ja. Hier, Vincent. Maar dan zit er nog maar één ding op. Geef hem maar een spuitje. Oh. Oh, nee. Ja, Olga, wat moet ik doen? Maar nee, ik ben geen dierenhater. Ik vind die gewoon te... Ja. Oh, ik ga toch nog even afscheid nemen dan. Oh. Slaap wel, hè, vriend. Olga, graag jouw punten voor deze ridders in nood. Maar sorry, Vincent. Ik vind dat kei schoon. Ik vind dat tof dat mensen honden tof vinden, maar het is Olga, niet voor mij weggelegd. Ik ga één ding zeggen. Als je straks niet voor mij kiest, dan is dat wel een hele pijnlijke avond voor mij. Dames en heren, wij lijnrecht naar de volgende ronde. Olga Leijers is nog maar net 18, maar toch heeft ze al last van nostalgie. Nostalgie bestaat eigenlijk niet, maar het betekent heimwee naar een tijd die je zelf niet hebt meegemaakt. Hoe zit dat precies, Olga? Ja, zo papa met een leren vest met spiegels erop en Boeghout Pop met de radio's en Soul Sister. Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik ben echt zo bijna in 2000 geboren. En ik heb al die coole dingen gewoon niet meegemaakt. Of zo van die mensen die dan zo spreken van de gouden jaren.
Allee, ik heb het gevoel dat ik zo echt in de stomme jaren zit. Dus help mij met dat probleem. Heimwee naar tijden die je niet hebt meegemaakt. Ja, ja, het is al een probleem natuurlijk. Stijn van de Voorde. Ja. Olga, ik wil je graag meenemen naar het Pleistoceen. Dat is iets meer dan 2,5 miljoen jaar geleden. Weet je wat er toen te beleven was in het Pleistoceen? Geen hol. Okay. Dat was geen hol te beleven. Maar ze hadden er wel mammoeten. En weet je wat mammoeten wat die echt graag doen? Nee. Geen hol. Die doen niets. Die liggen daar heel de tijd. Maar weet je wat ze goed kunnen? Nee. Eigenlijk ook geen hol. Dus je kunt je wel eens op een buik leggen en zeggen wrijf die zo over die buik en dan over die van mij en dan kunnen we buikspieren vergelijken. En dat kunnen we wel doen. Maar eigenlijk dat is ook niet erg dat er met die beesten niet zoveel aan te vangen valt, want we hebben elkaar in dat Pleistoceen. En daarom weet je waar ik jou graag mee naartoe zou willen nemen? Nee. Naar mijn hol. En, want het is, daar zijn geen huizen. Daar zijn geen huizen in het Pleistoceen. En dan zitten we daar rustig in ons hol. En weet je dan wat ik dan graag bij jou graag zou willen aanraken? Nee. Jouw handen. Neem Olga mee naar een tijd die ze zelf niet heeft meegemaakt. Adriaan van den Hoof. Olga, de gouden jaren 80. Dat was ongelooflijk. Allee, pak nu het jaar 89. Dat was fantastisch. Ik neem u mee naar daar. En dan kom jij bij mij thuis en we luisteren naar mijn cassettes Familie van Nili. Girl, you know it's true. Ooh, I love you. Zo dat allemaal. En we zitten daar zo een beetje te dansen in de living ook en zo. En ineens zeg ik, oh, ik heb een hongerke. En ik zeg, oh, hongerke. Nee, geen tapas, geen sushis, geen powerfood. Nee, wat wij gaan eten zijn typische jaren 80 hapjes. Namelijk een Isomo bol met zilverpapier rond, met daarin prikkertjes, met kaas, een druif en salami. En dat zit helemaal vol. En we zitten helemaal op. En zo een witloofje met zo'n beetje voze garnalen in. Een pruim met spek rond, met een stok door. Ah, topper. En we zitten daar lekker te chillen. En dan zeg ik, hey, kom aan, Ogio, we gaan nu spelen op mijn Atari. Dat was een van de eerste spelcomputers. En ineens zeg ik, kunnen we niet Pac-Man spelen? Ik zeg, tuurlijk, Pac-Man. Het beste spelletje ooit. En je kent dat mannetje. En we zijn aan het spelen en je gaat helemaal op in dat spel. En uiteindelijk win jij. En je zegt gewoon kween heel uit. Oh, pak mij gewoon, man. Ongepast. In de jaren 80 kon dat. In de jaren 80 mocht dat allemaal. Hij spreekt nu van de jaren 80, hè? Ja. Ja. Olga heeft heimwee naar tijden die ze zelf niet heeft meegemaakt. Vincent, neem haar mee. Ja, Olga, ik ga u mee terugnemen aan een tijd die ik zelf ook niet echt heb meegemaakt. Maar Stijn en Adriaan wel. Namelijk de middeleeuwen. Allee, ik weet niet wat die dat echt zo bewust hebben meegemaakt, maar het ruikt hier wel een beetje naar Bokrijk. Het is het jaar 1300. Hè? De grote markt van Antwerpen staat vol met mensen en in het midden een brandstapel. En op die brandstapel, jij. Want jij bent zo schoon dat ze u ervan verdenken een heks te zijn. Maar niet zo'n lelijke Disney-heks, zo'n sexy heks, je kent dat wel. En op het moment dat de beul u in de fik wil steken, komt er ineens door de menigte een ridder gegalopeerd op zijn wit paard. En ik denk bij mijn eigen, dat is keigoed, dus ik stam die eraf. En ik ga zelf op dat paard zitten. En ik kan op het nippertje van de Vlammenzee redden, hè, met mijn 1,69 meter. Ja, nu is dat niet zo speciaal, maar toen was ik echt nerveus. En we galopperen gewoon naar de boeren buiten, wat dat toen bijna overal was. En dan leven wij samen nog een dikke week en dan sterven we aan de builenpest. Want we blijven toch de middeleeuwen. Nostalgie. Punten voor nostalgie. Doe het, Olga, op je leiersleidje. Volgende ronde. Mannen kunnen hemel en aarde bewegen om een vrouw te veroveren en met spierballen rollen en al wat je wil. Maar soms lukt het ook met woorden. Olga, krijg jij graag liefdesbrieven? Ja. Heb je er al veel gekregen? Ja, dat klinkt zo arrogant, maar eigenlijk al wel. Eigenlijk al wel. Maar kun je eens iets vragen? Ja, een paar. Maar in deze tijd bestaat nog, of zijn dat liefdes-sms'jes, liefdes-snapshots? Maar zo echt een brief heb ik echt al eens gehad, ja. Ja, je hebt dat al eens gehad. Ja, ja. En ik bewaar dat ook. Ik hecht er echt wel waarde aan. Ja. Oké, okay. Dus het is gewoon belangrijk. Een echte liefdesbrief voor Olga Leijers. Ja. En goed weten ook dat ze al kan lezen, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. 18 jaar, geen probleem. Daar ga je, Stijn van de Voorde. Olga, wanneer ik morgen doodga, YOLO, hope not, vertel dan aan de bomen